welkom bij alweer de laatste live-uitzending van de scheepvaartkrant van de Maritime Industry in Gorinchem. Mijn laatste tafelgesprek gaat over vergroening in de binnenvaart. En dat ga ik doen samen met Cora Baijens van de Green Award Foundation, Gali Tashi van EICB en Leo van der Burg van FME. Welkom. Ik ga meteen met de deur in huis vallen. Meneer van der Burg, de FME heeft een onderzoek gepresenteerd en dat ging over waterstof. Kunt u daar kort eens over vertellen? Wat waren de aanbevelingen? Ja, nou, eerst even kort. FME heeft het uitgevoerd gezamenlijk met het Maritiem Competentiecentrum Leer. Het is een product geworden van een grensoverschrijdend project. Het project heet MariGreen. Daarin hebben we vorig jaar vastgesteld inderdaad van waar staan we nou waar het gaat over waterstof. Waterstof is natuurlijk iets nieuws, is geen brandstof, een energiedrager. En wat zijn nou de situaties zoals we die op dit moment tegenkomen? Technisch, economisch, infrastructureel, allerlei zaken. Die hebben we vastgelegd. Wat eruit komt, je kunt het heel plat slaan, is dat waterstof niet gebruikt mag worden aan boord van schepen. Ik mag geen brandstofcellen toepassen, ik mag geen opslag aan boord hebben. Ik mag een heleboel dingen niet. Ik mag het niet bunkeren. En dat zijn allemaal uitdagingen. Dat zijn uitdagingen, wet en regelgeving, technisch. Maar er zijn ook inhoudelijk, in de zin van welke technologie ga ik toepassen. Ga ik waterstof gebruiken in de brandstofcellen, bij het elektrisch varen bijvoorbeeld. Of ga ik waterstof toevoegen bij verbrandingsmotoren. Nou, er zijn een aantal aanbevelingen gedaan. Ze hebben beide potentie. En je hoort natuurlijk veel over brandstofcellen. Maar laten we niet uitsluiten dat ook brandstof gebruiken worden bij verbrandingsmotoren. Nou, dat zijn de situaties waar we zeggen op basis daarvan, technisch inhoudelijk, maar ook wet- en regelgeving technisch, buiten de economische aspecten, met die uitgangspunten zijn we nu aan het werk geslagen. Dus de binnenvaart is wel klaar voor zo'n soort initiatief? Kan ik daaruit? Nou kijk, de binnenvaart is klaar, dat is een heel groot woord. We zitten midden in allerlei transities, onder andere met LNG. De discussie rondom CO2 heeft ons ook geleid naar het thema waterstof. En ik denk dat er veel perspectief is, zeker omdat elektrisch varen een boost krijgt. En dat je je accupakketten qua dimensie niet te groot wil laten worden. Dat er zeker een toekomst is voor range extenders op basis van brandstofcellen technologie. En of dat dan methanol brandstofcellen zijn of dat het op basis van waterstof is, dat laat ik even in het midden. Ik zie u knikken, meneer Tashi. Kunt u iets toevoegen misschien? Ja, als het gaat om de ambitie om tot zero-emissie schepen te komen, wat eigenlijk min of meer vastgelegd is en als streefdatum 2050, dan moet je vandaag de dag al gaan kijken naar alternatieven die daarvoor geschikt zijn. Ja. En waterstof is het ultieme wat we nastreven, maar zoals meneer Van den Burg net aangeeft, je moet vandaag beginnen, juist de randvoorwaarden scheppen om tot realisatie van deze transitie te kunnen realiseren. En waterstof is inderdaad één daarvan. Maar er zijn nog meerdere opties waar het ECB ook support aan geeft om dat te verkennen en te onderzoeken. Ja, want daar wilde ik eigenlijk als volgende over hebben. Je hebt natuurlijk schonere brandstoffen, je hebt schonere motoren, je hebt emissiereductiesystemen. Wat denkt u dat in de toekomst de binnenvaart zal gaan vergroenen? Een van die drie voorbeelden die ik net noemde, of misschien iets anders zelfs? Ik denk zelf dat er meer gekeken zal worden door de schipper, ondernemer, naar wat hij nodig heeft voor zijn bedrijf. Het zal afhankelijk zijn van zijn vaargebied. Doet hij korte trajecten, doet hij lange trajecten? Laag water, de waterpeil speelt ook een grote rol momenteel. Niet om te kijken naar verduurzamen, maar wel wat is voor mij de beste innovatie om toch mijn lading op een bepaalde bestemming te krijgen. Dus ik denk niet dat je kan zeggen, één van deze gaat het worden. Ik nee. denk dat het gewoon een totaalpakket wordt en dat er gekeken wordt naar de ondernemer wat het beste bij zijn bedrijfsvoering zal passen en wat ook leverbaar is in het gebied waar hij of zij vaart. Want dat is ook belangrijk. Want als je met een spits waterstof hebt en je kan in Frankrijk geen waterstof innemen, dan is de innovatie geweldig en de CO2 ook, maar de bedrijfsvoering moet wel voortgang vinden. Ja, en ik zie u heel duidelijk knikken, meneer Van den Burg. Ja, het is heel, ik denk in 2012 is die hele LNG-transitie ingezet. Maar daar is heel duidelijk ook gesteld dat de brandstoffenmix ook sterk regionaal een rol zal spelen.
En bijvoorbeeld in Harlingen gaat binnenkort rederij Doeksen op LNG varen. Gezien de hele CO2-discussie zou je kunnen zeggen, daar komt eigenlijk heel goed uit dat je bijvoorbeeld bio-LNG zou kunnen gaan gebruiken. Nou, er is logistiek in Friesland echt een keten op te tuigen met biovergisting en uiteindelijk het vloeibaar maken dat een hele rederij op een bio-LNG kan varen. Maar heel regionaal is het daar mogelijk. Dat kan zijn in een andere regio in Europa of in Nederland dat dat ketentje net niet mogelijk is. Ja. En meneer Tashi, denkt u dat de binnenvaart al innovatief genoeg is nu? Ja, zeker. De binnenvaart is zeer innovatief. Kijk maar naar de voorbeelden die net aangehaald zijn. Het eerste schip wat op LNG is gaan varen is 2011. En dat is een primeur. En dat is een binnenvaartschip. Elektrificatie, dus de diesel-elektrische schepen. Daar hebben we een fix aantal van dat soort schepen. En het concept over batterijvaren, dat wordt nu bedacht voor de binnenvaart. Op zich een hele innovatieve sector met heel uitgesproken koplopers die innovatie en de tempo waarin bepalen. Maar als je kijkt naar het geheel, dan kunnen we zeggen dat daar wel wat winst te behalen valt. Ja, want dus u stimuleert de innovatie eigenlijk ook met de innovatie duurzame binnenvaartsubsidie. Ja. Kunt u daar kort iets over vertellen? Innovatie duurzaam binnenvaart is een subsidieprogramma van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En dat is tot nu toe een jaarlijks programma. Voor dit jaar zit er ook 1 miljoen in. Dus het is een mooie gelegenheid om te promoten. Want hij is op dit moment open tot eind augustus. En alle projecten die of een bijdrage leveren aan luchtkwaliteitverbetering. Denk aan stage 5-achtige oplossingen. Of aan CO2-reductie. Ja. Komen in aanmerking. Een van de zware eisen is dat het breed toepasbaar is. Dat het niet uniek is voor dat ene schip in dat ene situatie. Dan kom je in aanmerking voor subsidie. Nee, het moet eigenlijk een herhaalpotentie hebben. Ja. En daar is 1 miljoen voor beschikbaar voor dit jaar. En dat helpt juist die koplopers, juist de dingen op gang brengen. En dan wil ik eigenlijk alle drie aankijken als ik de vraag stel. Denken jullie dat zo'n subsidie genoeg is of dat er meer moet komen? U zegt al meteen nee. Ik stuk meteen al nee, inderdaad. Nee, dit is een aanzet tot. Oké. Okay. De gesprekken. Het is de eerste stap eigenlijk. Nou, dit is maar het eerste domino-steentje. Dan wordt het haalbaar. Dan zijn de randvoorwaarden voor een techniek misschien op orde. Ja. Maar een binnenvaartschipper kan alleen maar de keuze maken op basis van een business case. Kom ik uit met mijn investering of niet? Verdien ik mijn investering terug of niet? Ja. En als je kijkt naar de vergroeningsopgave die voor de sector ligt, is dat geen positieve antwoord op deze vraag. Dus, en we zitten midden in een gesprek over de Green Deal met de binnenvaart, zeevaart en binnenhavens. Of zeehavens in het algemeen. En een van de hoofdthema's daarin is te komen tot een Europese fonds. Juist om die energietransitie en die vergroeningsopgave mede mogelijk te maken. Dus kleine subsidies helpen in het ontwikkelen en het proof of concept van een idee. Maar waar de sector echt behoefte aan heeft, is juist de uitrolmogelijkheden. En voor uitrol heb je aardig wat bedragen. En nou ja, we zijn nu als ECB bezig met een voorverkenning van zo'n fonds. En de komende 1,5 jaar zal onderzoek verricht worden naar hoe kan je zo'n fonds realiseren. Is dat door opslag op brandstof? Of is dat met allerlei subsidies die je bundelt? Gemeentes, provincies, Rijk, verschillende lidstaten, Brussel. En kan je dat straks ook gaan benutten als sturingsinstrument om te komen tot de doelstelling van 2050 willen we zero emissie zijn. Maar je moet wel die transitiepaden uitstippelen en daarop aansturen. En zo'n fonds kan daar prima als instrument voor gaan. Ja, want is dat haalbaar trouwens? Zeker, anders beginnen we niet aan het onderzoek. Dus de haalbaarheid van een fonds is... In 2050 dan de tijd bestek, is dat haalbaar? Daar hebben we allemaal onze handtekening onder gezet. Okay. Niet direct, maar via onze overheden hebben we Parijs getekend. Ja. En willen we de aarde onder die 2 graden houden, dan moeten we wel als sector ook daarin mee. En haalbaar of niet,
de maatschappij verwacht het wel. Ja. Okay. En doen we nu al genoeg aan verduurzaming, mevrouw Baijens? Het is nooit genoeg. Wat nee. zou er beter kunnen? Begin daar maar als eerste mee. Nou. Wat zou in de tijd van nu, als je het vergelijkt, zeg maar, relatief gezien van hoe de binnenvaart er nu uitziet, wat zou volgens u nog duurzamer kunnen zijn? Nog duurzamer? Ja, ik denk bijvoorbeeld aan afgiftepunten van vuilwatertanks, dat soort kleine issues. Dat wordt wel vereist van de schipper, maar daar is nog geen verdere, wordt dat niet gefaciliteerd. Dus dat zijn allemaal kleine winstpunten. We kunnen denken aan waterzuiveringsinstallaties, maar bij de particuliere schipper, als we dan niet praten over, het heeft allemaal te maken met geld. Heeft de innovatie die ik ga doen, is het de investering waard om te verduurzamen? Ja. En ja, daar gaat het gewoon om. En hoe denkt u erover? We zitten ook in een situatie op dit moment dat er heel snel een vergelijk wordt gemaakt. Wat kost een liter diesel nu? En ga ik dat vergelijken met de nieuwe situatie? En dan merk je al gauw, dat wordt een heel lastige situatie. Hè? Dus alles kost eigenlijk nu gewoon meer. Hè? Dus daarmee is al heel snel alles platgeslagen. Wat je wel ziet, en dat zijn ook wel die innovaties waar we mee bezig zijn. Je ziet ook een enorme ontwikkeling op dit moment. En dat hadden we niet bijvoorbeeld in de transitie met LNG. Een enorme ontwikkeling in de automotive industrie. Hè? Dus de truck, bussen en auto's. Daar zie je een enorme elektrificering plaatsvinden. En daar zie je ook een enorme ontwikkeling richting brandstofcellen technologie en waterstof. Hè? Dus de combinatie brandstofcellen, accu's en elektrisch. Dat is iets waar we heel veel van kunnen leren en profiteren. Je ziet ook de projecten die jullie gedaan hebben met het marinificeren van de Euro 6 motoren, de truckmotoren. Nou, wij moeten nu ook, en dat doen we daadwerkelijk ook met grote busleveranciers onder andere, kijken, die technologie die heeft een totaal andere kostprijs. Als we dat zouden kunnen transformeren naar wat we op het schip nodig hebben, ja, dan maak je een enorme slag. En daar zijn we ook op dit moment met het ministerie over aan het praten. Van hoe kan je dat doorbreken? Dat soort technologie inderdaad ook op die kostprijs op schepen kan worden toegepast. In veilige situaties. Ja. En dan kan je een enorme prijsslag maken. Dus ik zie even wel hele grote kansen om met die transfer aan de slag te gaan. En een enorme slag te maken. Er zit heel veel potentie in. Ja, en u stimuleert natuurlijk sowieso de binnenvaart al. Met de Green Award Foundation. Kunt u daar kort iets over vertellen? Nou, we zijn 25 jaar geleden opgericht. Green Award is gestart met zeevaart. Dat doen ze al 25 jaar. En in 2011 is vanuit het ministerie van Verkeer en Waterstaat toentertijd en in overleg met een aantal zeehavens is gevraagd om een milieukeurmerk te ontwikkelen voor de binnenvaart. Wij zijn heel eenvoudig begonnen om draagvlak te creëren bij de ondernemer. Dus we hadden één green award. Na de eerste revisie hebben we besloten om meer differentiatie aan te brengen. Dus dat is brons, zilver en goud geworden om een onderscheid te maken. En vorig jaar hebben we dan ook het platinum label geïntroduceerd om het emissieloos varen naar een hoger level te krijgen en ook de innovatie te belonen. Ja, want ik wilde net zeggen, er zitten beloningen aan verbonden. Nou, bijvoorbeeld de haven Rotterdam, die geeft een 100% reductie op het havengeld in Rotterdam als je daar minimaal 3 uur aantoonbaar, in data uitleesbaar, emissieloos kan varen. Dus dat zijn allemaal dingen die wij doen en waarvan we zeggen van, ja, dat moet beter. We zetten ook een stip op de horizon. We moeten vooruit. We moeten weer reviseren. En we luisteren naar de sector. Dat is heel belangrijk. Wij kunnen iets bedenken, maar we moeten wel draagvlak hebben. Ja. Het moet beter, het moet hoger. Maar altijd in samenspraak met de branche, met de sector. Ja, want wat vinden jullie van het initiatief dat mevrouw Baijens heeft opgestart, zo'n Green Award Foundation. Denkt u dat dat nodig is in de binnenvaart eigenlijk, om zo op die manier beloond te worden voor je goede daden en dat het dan beter zal worden? Nee, ja, zeker. Het draagt bij tot een stukje erkenning en herkenning. Ja.
En sterker nog, de sector roept om dit veel breder uit te gaan dragen. Ook refererend naar de Green Deal gesprekken. Ja. Daar, als het allemaal goed komt, goed gaat, is min of meer ook opgenomen dat we tot een labeling voor de binnenvaartsector kunnen komen. Ja. Waarbij je kunt zien als schip of als schipper hoe je performt ten opzichte van je buren, maar ook eigenlijk ten opzichte van andere modaliteiten. Laten we niet vergeten dat de binnenvaart eigenlijk nog steeds een topmodaliteit is als het gaat om de klimaatperformance. Wat er allemaal vervoerd wordt in tonkilometers. Ja, dan kunnen de vrachtwagens nog aardig wat jaren ontwikkelen om voor daar te komen. Ja. Maar we moeten niet stil blijven staan als sector. Want die inhaalslag heeft de wegvervoer gemaakt. Ja. En het is niet een concurrentie tussen wegvervoer en uiteindelijk gaat het om logistieke dienstverlening. Alleen op de vaarwegen hebben we veel meer ruimte dan dat we op de wegen hebben. Ja. Het slipt al dicht. Straks als we deze beurs verlaten, sluiten we achteraan. Ja. En die ruimte hebben we juist op het water. Dus als we en vergroenen en meer naar het water weten te krijgen, ja, dan heeft de binnenvaart een gouden toekomst. Nou, mijn volgende vraag was dus eigenlijk, welke aanbeveling zouden jullie doen aan de binnenvaart? Nou, u heeft uw aanbeveling eigenlijk al gedaan. Hebben jullie nog toevoegingen daarop? Ja, wat ik heel mooi vond destijds is hoe ze het in Noorwegen opgelost hebben, hè, met een NOx-fund. Het is eigenlijk wat je ook zegt, het stimuleren van de reductie. Dus aantonen dat je schip schoner is en daarmee je investering ook terug kunt krijgen. Ja. En dat zou ik eigenlijk, dat soort regelingen, dat zijn heel mooi als je daar iets mee zou kunnen doen. Ja. Ja, ook daar waar het gaat, bijvoorbeeld om CO2. En dat is eigenlijk een mooi voorbeeld. Toon aan dat je schoner bent en dat je daarmee beloond wordt. Ja. En dat kan je op allerlei manieren doen, op investeringen, maar bijvoorbeeld ook op havengelden, et cetera. Ja. Dat zou het mooiste zijn. Dat we het met elkaar doen. Dat we dat en de schipper en de innovaties en de overheid dat we, en de verladers, dat we met elkaar die push geven aan de binnenvaart om het in een versneld tempo te realiseren. Ja. Want dat is echt dat is nodig. Dat vind ik eigenlijk een mooie quote om mee te eindigen. Gewoon met z'n allen aan de slag. Toch? Heel erg bedankt voor jullie komst. Dit was alweer de laatste uitzending vanaf de Maritime Industrie hier in Gorinchem. Mochten jullie alle uitzendingen opnieuw willen kijken, dat kan gewoon op www.scheepvaartkrant.nl. Bedankt voor het kijken.